goedenavond, kunt u me horen? Ja. Ik heet van harte welkom bij deze Studium Generale over de oorsprong van de taal. En zoals u eerder hebt kunnen zien, is er een hele serie. Er komen nog 4 van dit soort lezingen in deze serie. Ik ben Marjolein Verspoor, werkzaam bij toegepaste taalwetenschap hier aan de Universiteit van Groningen. En waarschijnlijk weet u dit allemaal al, maar Studium Generale wil graag horen van u of u nog een leuk onderwerp heeft of idee heeft voor een lezingenserie. Dus kunt u dat bij Studium Generale voorstellen. Ik wil graag onze spreker vandaag introduceren. Maar eerst eventjes de gang van zaken. Rick gaat een uur praten, maar niet langer. En dan 15 minuten of zo hebben we vragen. En wat ik nu al ga zeggen is, als we vragen hebben, dan graag met de microfoon. Want het wordt opgenomen en het is voor iedereen fijner om het te horen. Dus als u een vraag heeft, hand opsteken, dan komt het microfoon naar u toe. En uiterlijk om 9:30 ronden we af. Oké, dus vanavond is de eerste lezing over de oorsprong van taal. En taal zoals mensentaal, nemen wij aan, is vrij uniek in de wereld. En soms denken mensen dat apen of andere dieren ook taal hebben. Het is behoorlijk vaak onderzocht. En naar mijn weten kan een aap wel een beetje communiceren. Maar wat ze tot nu toe hebben ontdekt is op een knopje drukken, ik wil banaan. Dat is ongeveer de communicatie die van de aap, zover we weten, komt. De persoon die daar ontzettend veel onderzoek naar heeft gedaan en die daar een heel laboratorium voor heeft is Mike Tomasello. En die bekijkt dat gedrag van kind en aap, dat vergelijkt hij dan. En hij zegt het grote verschil tussen mens en aap is dat de mens interactie zoekt. Dus het is niet taalinstinct, maar interactieinstinct wat het vermogen tot taal heeft, kans heeft gegeven. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar daarom is het juist een leuk onderwerp. En dus toen Studium Generale mij vroeg van, ken jij iemand die over de oorsprong van taal zou willen spreken? Toen kwam Tomasello bij me op, maar die is hier al geweest, dus niet zo lang geleden. Maar toen heb ik dus even snel ge-e-maild met een aantal collega's in het land. We hebben een paar taalkundigen, die hoogleraren en zo aan de universiteit genoemd, maar toen dachten we, nee, die is toch niet zo origineel en creatief als Rick. En niet zo'n goede spreker. Dus daarom hebben een aantal van ons hebben dat dus voorgesteld. En daarom is, ja, daarom. Dus, volgens mij heb ik alles gezegd. Ja, originele ideeën en creatieve oplossingen. Dit is natuurlijk een onderwerp waar we ontzettend veel over kunnen discussiëren. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren vanavond. En welkom Rick. Ja. De knopjes verschoven. Nou, weet je wat? Dan doen we het gewoon zo. Hij heeft een klem. Ja. Dat is ook heel goed. Ja. Zo beter? Ja, oké. Okay. Dit is een unieke gelegenheid, heb ik net begrepen. Ik mag hier 1 keer komen en dan mag je nooit meer terugkomen. Dus dat moet dus gewoon in 1 keer, hup, zo erin gaan. Dat gaan we dan ook maar doen en dan zal ik maar beginnen met te zeggen dat ja, we gaan het over taal hebben en dat is toch wel de eigenschap die het allerdichtste in onszelf is. Je zou tot op zekere hoogte zelfs kunnen volhouden dat je je taal bent. Stel je voor dat je echt je taal kwijt bent, maar dan compleet. Hè? Je verstaat niks meer, je begrijpt niks meer, je kan niks meer zeggen. Dat is wel iets dat kun je je niet voorstellen, maar wat is er dan nog eigenlijk van je over? Want daar kan je 's nachts nog fijn wakker van liggen. Maar je kunt het je toch niet uiteindelijk daar echt een beeld van scheppen. We zijn nu eenmaal wie we zijn en daar moet je het gewoon mee doen. Dat leggen we ook op aan de rest van de wereld. Maar als wij onszelf inbeelden dat we een baksteen in een muur zijn, dan zijn we toch echt een baksteen die met oogjes de wereld inkijkt. Misschien wel zonder oogjes de wereld inkijkt, maar je ziet jezelf dan
de voorbijgangers zien van langskomen en dat soort dingen meer. Zo sterk kunnen wij ons niet voorstellen wat het is om niet helemaal te zijn wat we zijn. En dat heeft invloed, ook als wij gaan denken over dat verschijnsel taal. En met name over waar het nou vandaan komt, hoe het zo gekomen is. En natuurlijk ook de grote hamvraag, wat het nou eigenlijk is. Nou, die laatste gaan we het niet over hebben. Dat is veel te ingewikkeld, daar heb je heel vak voor. Maar waar het vandaan gekomen is, of je daar wat zinnigs over kan zeggen, hoe lang dat geleden is en wat een redelijk pad zou kunnen zijn waarlangs het ontstaan is, daar kunnen we nog wel eens wat aan doen. En dan moeten we beginnen met, ik moet het echt zeggen, alle fouten die hier net zijn gedebiteerd, recht te zetten. Op alle mogelijke manieren wordt taal zeg maar geïdentificeerd, ook door Tomasello trouwens, met communicatie. Hè? Dus die interactiedrang van hem. Ogenblikkelijk is het, als we over taal praten, dan praten we over communicatie. En de eerste vraag die je zou moeten stellen, is dat nou wel zo? Dat is altijd goed om je die vragen te stellen. Maar in ieder geval wordt altijd zonder meer aangenomen dat dat zo is. Maar dit is het beeld van wat taal eigenlijk is. Een veelheid van communicatiesystemen die hier door Jan van Eyck is afgebeeld als niet meer werkend. En dan, dat is ook gelijk een ramp voor de wereld uiteraard. Alle voorstellen ongeveer die gedaan zijn over het ontstaan en het nut en het weet ik wel wat. Hè, al die dingen die je dus ook kan zeggen van taal. Die nemen eigenlijk voetstoots aan dat het een communicatiesysteem is. Terwijl het enige wat we echt zeker weten natuurlijk is dat nu we het eenmaal hebben, we er verdomd handig mee kunnen communiceren. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat pijltje kan omdraaien, dat het ook om die reden of op de een of andere reden door zoiets aangedreven ooit ontstaan zou kunnen zijn. Er is nog iets verbonden aan dat taalidee. Niet alleen dat het gaat om communicatie, maar dat wat ook heel essentieel eraan is, naamgeving is. In de Bijbel wordt er gewoon botweg van uitgegaan dat taal zo dicht bij jezelf staat, zozeer jezelf is, dat het er altijd geweest is. Dit is ongeveer het allereerste begin van de Bijbel. En God zei, er zij licht, geloof ik. Ja, precies, en er was licht. En de leidingen lagen er ook al, vandaar dat we weten dat elektricien het oudste beroep is. Maar zo begint het. Het begint ermee dat taal eigenlijk een gegeven is. Heeft altijd bestaan. Nou, wij weten in ieder geval zeker dat dat niet het geval kan zijn. Maar het laat je wel iets zien van de ongelooflijke vanzelfsprekendheid ervan. En er is nog iets dat ongelooflijk vanzelfsprekend is aan taal, en dat is dit. Dat is wat even verderop in datzelfde Genesis gebeurt. Dat is, wat gaat God met zijn Adam nou als allereerste doen? Nou, hij gaat beestjes boetseren en die brengt hij naar Adam en dan zegt hij, zeg, hoe moet dat ding heten? Adam gaat naam geven. En naam geven, dat is ongeveer de populairste sport die je bij een mens kan voorstellen. Ik bedoel maar, kind kan al nauwelijks wijzen en dan begint hij inderdaad al namen te geven. En dat houdt hij zijn hele leven lang vol. Heel belangrijk onderdeel van ons taalvermogen. Nou, we zien dat naamgeven eigenlijk, in mijn opinie, een stuk essentiëler is voor wat taal is dan dat hele communicatiebegrip. Eerst eventjes iets meer vertellen over wat anderen daar zeg maar al over gezegd hebben. Ten eerste een ongelooflijke hoeveelheid onzin. Er is al sinds jaar en dag, sinds eeuwen, gespeculeerd over waar dat taalvermogen vandaan komt. Ik heb die prachtige verhalen van, die meestal lopen een beetje in de richting van het verhaal wat Becanus bedacht. Dat was een meneer die was, heeft een mooie carrière gehad, onder andere hofchirurgijn geweest van Philips II destijds. En die was gaan kijken naar wat is nou de oudste taal, de oorspronkelijke taal, en hoe heeft die dan kunnen ontstaan. En die kwam uiteindelijk uit bij het Vlaams. Dat was de oertaal. Dat kwam goed uit, want Becanus zelf kwam van even bezuiden Breda. Dus, huppatee. Zelfs zijn naam wijst daar nog op. Ik ben alleen de naam van het dorp vergeten nu. Dus die kan ik u helaas niet geven. Maar je kunt, als je even bezuiden Breda kijkt naar al die dorpen, dan vind je er daar eentje. Als je die latiniseert, dan krijg je vanzelf Becanus. Dat zal het toch wel niet wezen. We hadden in Amsterdam hadden we de duizenddichter, die ook van mening was dat alle talen ter wereld op het Nederlands neerkwamen. Hij had daar fantastische redeneringen over die je in antiquariaten nog wel kunt vinden.
Hij is geloof ik nu wel dood. Ja, hij is wel dood. Maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Dat soort verhalen zijn bij duizenden bedacht, bij duizenden verteld. De ene keer had God het gedaan, de andere keer werd er weer iets anders bedacht. Het werd zo erg op een gegeven moment dat serieuze taalkundigen in 1866 besloten dat nooit meer, nie wieder. Rauwe gedachten, zoals je ziet. En die hebben toen officieel voor de Parijse vereniging, de vakvereniging van taalkundigen, besloten dat het onderwerp het ontstaan van taal, evenals het onderwerp de ideale taal, dat is ook zo fijne, nooit aan de orde mochten komen op hun congressen, vergaderingen en wat ze zo verder aan bijeenkomsten belegden. Dat verbod heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk, nou toch wel ruim een eeuw, geen ene serieuze taalkundige geweest is die het in zijn hersens gehaald heeft om echt iets over het ontstaan van taal te zeggen. Dat begint pas weer, nou in ieder geval flink naar 1980, dan begin je wel weer wat te zien. Mensen die zich daar weer eens een keer mee gaan bemoeien. En dat zijn soms zijn dat dan echte recht voor zijn raap taalkundigen, maar ook in van die aanpalende vakken, die psycho-achtige dingen, de dierenachtige dingen. Daar vind je dan de mensen die zich daar toch wel weer een beetje mee gaan bezighouden. Er is een hele hoop voorgesteld. Men herinnert zich misschien nog wel dat er op een gegeven moment een roddeltheorie was. Er is ook een theorie dat het, dat is dezelfde geloof ik, dat het uiteindelijk allemaal teruggaat op het vlooien van apen. Dus op het onderhouden van sociale relaties. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is wel zo'n beetje voorgesteld. Maar als je nou gaat kijken naar echt, zeg maar, kanshebbers een beetje, dan kom je toch terecht hoofdzakelijk bij in eerste instantie de gedachte van Hauser, Chomsky en Fitch, die zeg maar even na 2000 een gooi deden naar, nou, het zou wel eens een heel klein beetje zo kunnen zitten. En dat is echt nog maar een heel klein beetje, hè, in de richting. Veel verder dan dat kunnen we sowieso niet komen. En hun idee was dat het zeg maar een product was van allerlei dingen die voor andere doeleinden ontstaan waren. Aangevuld met maar één ding dat echt specifiek voor taal was. En misschien was zelfs dat ook nog niet wel echt omwille van taal ontstaan. Dat ene idee dat dus echt specifiek voor taal was, dat zou dan recursie zijn. Dan ga ik niet uitleggen wat recursie is. Dat is een heel ander verhaal, daar komen konijnen aan te pas. Dat kunnen we vanavond niet hebben. Dat riep ogenblikkelijk, het idee was, zeg maar, er zit een klein formeel stukje in, dat is van taal. En de rest is, zeg maar, ja, de helft van je hersens is bij taal betrokken. Allerlei systemen, en die zijn allemaal, al die onderdeeltjes, om hun eigen reden ontstaan. En op een gegeven moment, op de een of andere manier, gaan samenklitten en samenwerken. En dat aangevuld met zo'n, je zou kunnen zeggen, bijna een trigger. Hè, iets wat, zeg maar, de zaak net even over een drempel helpt, zodat je veel meer ermee kan doen dan je anders zou kunnen doen, dat zou dan taal zijn. Nou, dat riep ogenblikkelijk een hele hoop controverse op, onder andere van mensen als Pinker en Jackendoff, die begonnen te roepen, nee, dat kan helemaal niet. Er is veel meer dat voor taal specifiek is, want taal dient voor communicatie. Dat was dus hun eerste stelling al. En ten tweede zagen zij allemaal dingen waar je van kon zeggen dat ze specifiek eigenlijk op taal en spraak waren toegesneden. Onderdelen waarmee je bijvoorbeeld dat gezicht beweegt zodat je goed kan praten. Je gehoorsysteem, dat lijkt nogal, zeg maar, specifiek te zijn toegesneden op het verwerken van talig geluid. Het heel anders is een ander geluid. Dat soort dingen. En dat gaf hun de gedachte van, nou ja, dat moet dus gewoon wel meer zijn. Maar dat is een gedachte die alleen maar kan kloppen als je ervan uitgaat dat er dus om een reden, en om communicatieve reden, het hele zaakje gemaakt is. Ze komen ook nog met, en dat is op zich, lijkt dat een interessant argument, er is ook nog een taalgen, dat FOXP2-gen, dat bij mensen voorkomt, en dat als dat niet werkt, krijg je van allerlei talige problemen. Misschien ook wel andere, maar in ieder geval talige problemen. Wat zij zeggen is, dat komt ook bij andere beesten wel voor, maar bij mensen is het veel actiever, veel sterker wordt ervoor geselecteerd. Dus dat moet haast wel zijn dat dat specifiek voor toch wel op de een of andere manier specifiek voor taal is. Nou, wat dat gen betreft, daar moet je toch een beetje van zeggen dat als iets, een gen bij zoveel verschillende delen van zo'n heel breed gearticuleerd vermogen betrokken is als taal, daar hangt ontzettend veel mee samen, ook bijvoorbeeld allerlei geheugentoestanden.
Er zit het verband tussen woorden. Je moet je grammatica, je moet je zinnen kunnen uit elkaar plussen en er een plaatje van kunnen maken dat uiteindelijk een gedachte wordt. Dat moet je ook de andere kant op kunnen. Je hebt dat hele gehoorsysteem. Dat kan je ook moeiteloos omzetten in een visueel systeem. Mensen die doof zijn, die kunnen gewoon met gebaren. Dus van hand naar oog, of van, laten we zeggen, bovenlichaam naar oog, even goed te zeggen. Precies even goed met elkaar talen als wij dat met spraak en gehoor doen. Allemaal geen enkel probleem. Sterker nog, er is nog een derde kanaal waarmee we het kunnen. En dat is ook visueel, maar dat gaat via papier, schrift, of via computer natuurlijk. Dat kan allemaal precies equivalent zijn, bestaat allemaal. Als er zoveel dingen door één gen worden aangetast, dan moet je je toch gaan afvragen hoe direct de relatie nou eigenlijk is tussen dat gen en al die verschillende functies. Zijn we dan niet gewoon een veel te grote stap aan het maken van iets heel simpels en bazaals als een gen naar heel hoge eigenschappen? Het lijkt een beetje op een gen voor algehele intelligentie of agressie. Of misdaad, ook zo'n mooie, weet je wel. Dat zijn hele grote stappen die gezet worden, waarvan toch eigenlijk telkens weer blijkt dat die stappen toch een fors stuk te groot zijn en dat de zaken gewoon, een stuk genuanceerder liggen. Denk bij zo'n gen bijvoorbeeld even aan, je hebt een hele mooie grote Rolls Royce en er komt een stofje in de carburateur, staat die hele grote Rolls Royce stil. Dat wil niet zeggen dat het stofje essentieel is, op de goede plaats moet zitten om een Rolls Royce te kunnen bouwen. Nee, er stoort alleen maar ergens een proces waardoor alle andere processen ook stilvallen. Maar daar heeft op zich dat stofje niets mee te maken. Stofje in de zin van een pluisje bedoel ik, hè? Niet een ander stofje. Wat mij betreft, zeg maar, ben ik toch meer van de school van Hausman, Chomsky en Fitch dan van die van Pinker en Jackendoff. Gewoon om de simpele reden dat ze minder als taalspecifiek hoeven te aanvaarden. Het is in zekere zin een eenvoudige poging om ooit een keer naar een verklaring te komen. Dat lijkt mij een veelbelovender route. Sterker nog, mijn positie is eigenlijk nog erger. Ik zou heel graag willen volhouden dat er helemaal niets is wat specifiek voor taal ontstaan is en dat taal uiteindelijk alleen maar een soort integratieproduct is, een soort exaptatie is van allerlei dingen die om andere redenen evolutionair gegroeid zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Het is een biologisch product. Het moet dus langs evolutionaire weg tot stand gekomen zijn. En dat betekent dat uiteindelijk de hele zaak toch een product moet zijn van gewoon natuurlijke selectie. Want dat is het enige evolutionaire proces zo'n beetje wat we hebben. Nou moet je je eens afvragen, kan taal dat zijn? Rechtstreeks. Is er iets dat zorgt dat taal op die manier zou kunnen ontstaan? En om het antwoord te geven, dat is verdomde moeilijk. Want het is een enorm groot complex, waarvan je je af moet vragen hoe dat in zijn geheel heeft kunnen worden aangelegd, als je aan de helft ervan niks hebt. En aan een tiende ook niet. En aan een kwart ook niet. Dat betekent een enorme investering die heel veel tijd kost, heel veel energie kost, heel veel generaties dus. Terwijl je iets aan het bouwen bent, waar op zich, waar je nog niks van hebt. Nou, wij mensen kunnen dat heel goed. We maken dan gewoon een plan, dan bouwen we een fabriek en dan gaan we een product ontwerpen en dat kan jaren duren. Maar zo doet de natuur het niet. De natuur die zit gewoon op de straat. Dat is een soort van Indiaanse ingenieur op een straathoek die van blikjes een motor repareert. Die tinkert maar een end weg. En die heeft al ieder stapje moet ogenblikkelijk zijn nut bewijzen. En anders dan gaat het gewoon niet door. Een heel onwaarschijnlijk model dat taal zo ontstaan zou zijn. En dan nog sterker, zelfs als dat zou kunnen, dan nog is taal als geheel evolutionair, althans in darwinistische termen, een soort onmogelijk verschijnsel. Want wanneer treedt er een evolutionair voordeel op? En evolutionair voordeel is altijd dat jij langer leeft en betere kansen hebt om kindertjes te maken. Wanneer treedt dat op? Als een ander het heeft. Dat geldt voor geen enkele andere eigenschap. Alle eigenschappen, biologische eigenschappen die je hebt, daar heb je zelf voordeel van. Dat maakt dat jij langer leeft, meer kindertjes krijgt, enzovoort, enzovoort. En zo draait de wereld. Maar taal, als jij het hebt en niemand anders, heb je daar niks van. Dus een ander moet zonder daar zelf een belang bij te hebben, het ontwikkelen om jouw belang veilig te stellen. Nou, dat is iets, daar kan Darwin niet zo heel veel mee. Dus daar moeten we omheen zien te komen.
manier om daaromheen te, een manier om daaromheen te komen is gewoon te zeggen, kijk, de onderdelen van dat hele vermogen hebben hun eigen ontstaansredenen, die wel degelijk gewoon voldoen aan wat je normale darwinistische eisen kan voorspellen, die wel degelijk allemaal hun eigen voordeel hebben. En uiteindelijk is dat zaakje voor een ander doel gebruikt gaan worden. Nou, dat ligt heel dicht aan, ook tegen wat, Chomsky, Fitch en Hauser zeggen. Wat in elk geval niet met taal aan de hand is, dat is dit. Het is geen afspraak. Dat is ons allemaal 100.000 keer verteld, maar dit kan dus echt niet. Je ziet het meteen. Je moet het kunnen om die afspraak te kunnen maken. Je moet weten wat je gaat afspreken om het te kunnen doen. En dat is godsvermogelijk, dat kun je je niet voorstellen. Die voorstelling van zaken, die heel populair is, zoals je in veel schoolboekjes staan, die kan echt niet. Taal is geen afspraak. Spelling is misschien een afspraak, en zelfs daar kun je je nog van afvragen of dat wel waar is. Maar taal geldt het in ieder geval niet. Dat is een hele bekende fout. Hè? Dat een soort van teleologisch denken waarbij je begint bij het resultaat wat je wil bereiken of wat je ziet dat bereikt is. En dan zeg je, ja kijk, en zo is dat nou gekomen. Dat is mooi, maar het werkt niet. Als je wil weten hoe dat soort dingen aan elkaar gaan komen zitten, dan moet je dus afzien van zeg maar de wilde veronderstellingen. En gelukkig kunnen we dat ook al heel lang, daar hebben we hulp voor. Van deze meneer. Dit is Willem van Ockham, 14e eeuw, monnik, ergens in Genève. Engelse monnik, was gaan studeren in Genève, was daar blijven hangen. Lastige man, enorm. Maakte met iedereen ruzie, kreeg ruzie met de paus, is uiteindelijk in ongenade gevallen. En nou ja, is hij nou echt slecht? Ja, hij is echt slecht aan de pest is hij uiteindelijk overleden. De paus kon hem net niet te pakken krijgen, maar de pest uiteindelijk wel. Maar Ockham die had, was eigenlijk gewoon een hele simpele monnik, keurige gelovige monnik, die het idee had dat al die zogenaamde pauselijke geleerden en dergelijke het allemaal bij het verkeerde eind had. Hij had namelijk het idee dat de paus die ging over het hemelse en het wereldse gezag moest over het wereldse gaan. Nou, dat was destijds niet bon ton, dat mocht je niet zeggen, want de paus die had wel degelijk gewoon seculiere aspiraties en niet zo'n beetje ook. Vandaar dat hij daar die ruzie van kreeg. Hij probeerde zijn positie zeg maar duidelijk te maken en te laten zien waarom hij dat dacht. En dat dacht hij omdat die man zuiver dacht. En hij bedacht, kijk, zo moeten we het... Pardon? Ah, sorry. Ah, ik sla een klein stukje over. Oh nee, hij is het wel, maar hij is eruit. Ockham had een geheime spreuk bedacht. Die is nu wel heel geheim geworden. Nee, we zijn maar niet geheim hoor, maar... De een of andere reden is deze dia verdwenen. Is helemaal zwart geworden. Ik begrijp er ook niets van. Maar die ging erover. Wat hij zei was. Veronderstel niets zonder dat je ertoe gedwongen wordt. Dus als je zuiver wil redeneren. Neem niets zomaar aan. Doe dat pas als je echt niet anders kan. Dus geen deus ex machina. Geen goden die plotseling met een toverstaf zwaaien. En toen gebeurde er ineens de grote truc. En bloep. We gaan gewoon proberen om alles met zo weinig mogelijk veronderstellingen bij elkaar te redeneren. En zo proberen we zeg maar te komen tot de aard van dingen. Of tot de verklaring van de aard van dingen. Nou, dat is precies wat moderne wetenschap doet. En dit is wat we in de 14e eeuw, moet je nagaan. Toen wist die man dat al. Je moest dus zeg maar gewoon heel zorgvuldig en heel voorzichtig zijn. En als je twee verklaringen voor iets kon bedenken, dan was per definitie de eenvoudigste, de simpelste, de beste. Want daar zat namelijk iets in wat je dus wel niets in dat je nog weg kon doen. En in die andere wel. Nou, dat is zeg maar toch een beetje het, hoe moet je dat noemen, het fundament van wat we tegenwoordig allemaal wetenschap noemen. Denk bijvoorbeeld om te zien hoe moeilijk dat begrip daarvan is. En hoezeer mensen nog steeds geneigd zijn om eindeloos maar aan te nemen. Moet je ze in de herinnering roepen. Ja, dan moet je tegenwoordig alweer wat ouder voor zijn. Zoiets als de Bijlmerramp van, wat was het, 92 geloof ik. Vloog een vliegtuig in flat in de Bijlmer, 40 doden. En daarna begonnen er allerlei verhalen rond te zingen over mannen in witte pakken. Kijk, en degenen die daarin geloven, dat soort complotmenkers, die hebben dan een verklaring voor waarom dat vliegtuig en wat er wel niet allemaal achter zat en wat er allemaal in wist. Het wordt allemaal verzonnen, die mannen in die witte pakken bleken er niet geweest te zijn. Maar die verklaring krijg je nooit meer weg, omdat die zo mooi is. Het vervelende is dat als je echt wil uitzoeken hoe iets zit, dat je niet moet vallen voor een mooie verklaring, maar dat je moet gaan zoeken naar wat is nou de simpelste verklaring. En die is vaak veel minder leuk. Maar
Dat is wat een wetenschapper dan moet doen. Die moet dus niet komen met een antwoord. Ja, er waren mannen in witte pakken, dus kun je wel nagaan, het zat helemaal fout en blablabla. En misschien wel marsmannetjes erbij ook nog. Nee, je hebt geen antwoorden. Je moet juist zorgen dat je vragen hebt. En zegt, ik weet het niet. We gaan het uitzoeken. We gaan proberen om het uit te zoeken. Als je op die manier kijkt naar de evolutie, dan zie je dus dat je af moet zien van het idee dat daar een doel in zit. Er is geen plan, er is geen doel, er is geen grote beweger die zegt van zo, en nou ga jij eens vleugels krijgen of iets dergelijks. Of ga jij eens praten. Dat is er gewoon niet. Het moet allemaal, zeg maar, min of meer met toeval moet het tot stand komen. Je mag wel vragen naar de zin van dingen. Wat levert het op? Dat kun je gewoon zien aan de wezens die nu rondlopen. Een vogel kan vliegen, dat is mooi. Maar dat wil niet zeggen dat er ooit bedacht is van hij moet gaan vliegen. Nee, achteraf, toen hij die vleugels min of meer had, bleek dat heel handig te zijn. Maar er is altijd een blijken achteraf. Nou, dat is de manier waarop je ook tegen zo'n taalsysteem, of het ontstaan van zo'n taalvermogen, zou kunnen aankijken en zou moeten aankijken. En dan is de vraag, hoe kan je daar nou iets van weten? En dat is helemaal niet zo makkelijk, want echt mooie klassieke empirische resultaten, die zijn er, maar ze zijn geen fossielen. Taal fossiliseert gewoon helemaal niet. Het is allemaal, nou op zijn best is het een beetje kraakbeen dat ermee te maken heeft, maar dan praat je ook alleen maar over spraak. Hersens die zijn binnen een paar dagen allemaal weg. Sporen zijn er voor het grootste gedeelte ook van dingen die met taal gedaan zouden kunnen worden. Kijk, als je kijkt naar de laatste paar duizend jaar, ja, dan kun je die wel vinden. En dat zijn niet alleen schrifturen, maar dat zijn ook bijvoorbeeld naar dit gebouw. He, al die dingen, dat zijn allemaal talige taalproducten feitelijk. Maar die hadden nooit tot stand kunnen komen zonder dat we over dat middel beschikt hadden. Dat hadden we nooit voor elkaar gekregen. Maar dat houdt al heel gauw op. Ik bedoel, maar voor het schrift ben je 5000 jaar geleden zo'n beetje uitgekaard. Ja, dan heb je het wel echt gehad. En voor andere, laten we zeggen, cultuurproducten op enige schaal. Nou ja, dan is het met pakweg 15.000 jaar ook wel echt bekeken hoor. Nou, je kan nog iets verder terug. Dan zie je in ieder geval nog wel sporen van mensen. Maar je kan er geen sporen van echt serieus talig overleg en dat soort dingen meer in terugzien. Maar je kan daarom nog wel wat doen. Noem maar dat je met indirect spul moet gaan werken. Met aanwijzingen die misschien erop duiden dat misschien. Is helemaal niet zo gek als het lijkt. En is ook helemaal niet indirect evidence. Is helemaal niet zo gek als het lijkt. De natuurwetenschappen doen niet anders. Wat doen die mensen tegenwoordig? Die registreren bliepjes en puntjes en streepjes op apparaten waarvan ze veronderstellen dat als de hele theorie erachter klopt, dat ze aangeven wat ze behoren aan te geven. Denk aan die sneller dan licht deeltjes die van Zwitserland naar Italië gingen vorig jaar. Was dat alweer verleden jaar? Een van de twee. Uiteindelijk bleken ze niet sneller dan het licht te gaan. Maar dat is interessant. Stel nou dat ze echt sneller dan het licht gegaan zouden zijn. Laten we ervan uitgaan dat dat was. Hadden ze dat dan eigenlijk kunnen meten? Nou nee, eigenlijk niet. Want al de meetapparatuur was gebaseerd op de gedachte dat de snelheid van het licht een absolute was, waar wij niet boven konden. Dus als die veronderstelling niet klopte, dan weet je dus niet meer of je apparaten wel registreren wat ze registreren. Dus ze konden eigenlijk überhaupt daar geen antwoord op geven, behalve als bleek dat ze gewoon netjes onder de lichtsnelheid bleven gaan. En dat bleek uiteindelijk zo te zijn, dat was het een van de foutje ergens, waardoor het misging. Want dan klopt alles in ieder geval intern nog. Maar op het moment dat ze dat niet hadden kunnen vaststellen, dan had je dus eigenlijk niks meer geweten. Nou, ook zeg maar keiharde wetenschappen gaan dus behoorlijk minder hard met alleen maar harde feiten om dan je normaal zou denken. Dus op zich is het helemaal niet erg om eens een beetje te denken in de sfeer van het indirecte bewijs. Wat ook niet erg is, is dat bijvoorbeeld heel belangrijk voor taalkundigen altijd is introspectie. Kijken bij jezelf, wat vind ik er nou eigenlijk van? Is dit een goede zin? Dat soort dingen. Hoort dit tot mijn taal? Het gevoel van hoe je taal zeg maar in elkaar zit. Dus op zich is dat heel belangrijk, maar het is alleen niet onafhankelijk vast te stellen. Het zit in jezelf. Nou ja, dat heeft zekere nadelen. Dus geen echt strikte objectieve kennis. Maar desalniettemin, we vertrouwen daar wel heel vaak op, ook in hele andere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan pijnonderzoek. Dat is een hele grote industrie tegenwoordig. Ook een wetenschappelijke industrie die behoorlijk ver gaat. Die uitsluitend alle data zijn data die mensen uit zichzelf geven. Allemaal zelf oordelen. En geen
pijn is niet objectief te meten, nog altijd niet. Misschien dat het ooit komt, maar voorlopig gaat het niet. Dus zo gek is dat niet. Het geldt trouwens voor heel veel bij de dokter ook de vraag van hoe voelt u zich nu? Dat soort vragen. Het geeft allemaal geen objectief meetbare resultaten. Als we dus maar heel gedisciplineerd proberen te denken, kunnen we ook zonder fossiele en objectief meetbare data een heel eind komen in de richting van een mooie verklaring. Eén gedachte, die is niet goed, maar dat is deze. Dat het zo begon. Dat taal afkomstig, mensentaal afkomstig is uit een of ander dierlijk systeem. Dierlijk communicatiesysteem. En dan is natuurlijk alweer de redenering heel simpel. Kijk, dieren communiceren, maar wij kunnen dat beter. Dus we hebben een primitief dierlijk communicatiesysteem gehad. Dat werkte niet goed genoeg. Zijn we een beter systeem gaan maken en nu hebben we taal. Maar ik vat het nou wel even heel grofstoffelijk samen, maar je snapt de redenering. Nou, dat kan zo toch echt niet zijn. Omdat namelijk, om twee redenen. De eerste reden is, zijn de gigantische verschillen die er zijn tussen dierlijke, alle dierlijke communicatiesystemen en dat ene menselijke dat wij taal noemen. Je hebt ze hier een beetje tegenover elkaar staan. Nou, ga maar na. Mensentaal, er komt geen eind aan het aantal uitspraken dat je kunt doen, het aantal zinnen dat je kan maken, het aantal verhalen dat je kan vertellen. Zoek het maar uit. Er is werkelijk, letterlijk geen einde aan. Dat geldt voor dierensystemen helemaal niet. Gemiddelde dier, wat zal die hebben? 5, 6 signalen. Misschien zijn het er 10, 15. En dat zijn van die dingen als grrr. In allerlei gradaties. Maar ook gewoon smoelen trekken. Haar dat overeind gaat staan. Houdingen. Het spreiden van staarten. Nou ja, noem maar op. Je kent die dingen allemaal ook wel. Maar het is allemaal heel beperkt. Je kunt ze echt gewoon op de vingers van een paar handen kan je ze tellen. Je komt nooit veel verder dan pakweg 30, 40, 50 misschien. Dan heb je wel een heel mooi uitgebreid systeem gehad hoor. Mensentaal, het kenmerk is dat we kleine eenheidjes nemen. Laat maar zeggen woorden. En die combineer je in zinnen. En die zinnen combineer je weer tot verhalen en redeneringen en dat soort dingen meer. Dat is wezen van wat taal is. Zo kunnen wij elkaar dingen vertellen. En dingen aan elkaar overbrengen. Dat is in dierentalen volstrekt niet aan de orde, nooit. Het zijn altijd blokken waar niks aan te verhapstukken valt. Zelfs die befaamde bijendans, dat is altijd en eeuwig hetzelfde. Hij moet helemaal worden uitgevoerd, kan je niet in variëren. De enige variatie die er is, dat is die variatie in hoek en in intensiteit. Die dus laat zien van nou je moet daarheen en dan is het ongeveer zo ver. Wacht even, dat is nog een derde, want het is ook heel erg lekker of een beetje minder lekker of misschien wel nauwelijks de moeite waard. Maar dat zijn drie variabelen die erin zitten, drie asjes zeg maar. Daarin zit gradatie, maar dat is het ook, einde verhaal. En dan heb je ongeveer wat dat betreft wel het flexibelste systeem in het dierenrijk wel gehad. Meestal is het gewoon grrr en daar blijft het bij. En je kunt ook niet grrr en joe. Samen becombineren tot grrjoejoejoe, dat iets anders betekent dan grr plus joejoejoe. Het gebeurt gewoon niet. Die hond van u, die blijft gewoon altijd precies die paar losse dingen zeggen. Die maakt daar nooit meer van. Dat gold trouwens ook voor die apen die eindeloos onderzocht zijn. Onder andere Nim Chimpsky is er natuurlijk een hele beroemde van geweest. Jaren en jaren getraind, echt van jongs af aan. En men dacht op een gegeven moment inderdaad, hè, dat ging ook weer met dingen aanwijzen op borden en gebaartjes en toestanden. Men dacht op een gegeven moment dat hij dus in een aantal gevallen zinnetjes maakte. Twee woorden, soms zelfs drie. Dood enkele keer. Totdat, jaren later, toen het project al lang en breed was afgesloten, dat speelde ergens in de jaren 70 dit project, die aap is jarenlang inderdaad gewoon opgevoed tussen mensen en later, toen dat niet meer ging, in een speciaal instituut. Herbert Terrace was daarvan de projectleider en die was dol enthousiast. En die dacht, we hebben nu eindelijk een aap die het een heel klein beetje gaat leren. En het project was afgelopen. Dat is overigens voor Chimpsky niet zo goed afgelopen, maar goed, dat is een ander verhaal. En jaren later is Terrace toch een beetje ongerust nog eens helemaal gegaan door alle opnamen die gemaakt waren. En dat waren dus honderden, zo niet duizenden uren video. En die heeft moeten besluiten, we hebben het er heel graag in willen zien, maar het is er gewoon echt niet. Het zijn toevalstreffers. Het was eend water. Ja, er was een eend en er was water. Maar hij zei niet, de eend zit in het water.
Want hij zei het ook als de eend op de wal zat. Eend, water. Alleen zonder het aan te wijzen. Nou ja, het bleek uiteindelijk gewoon, en dat geldt eigenlijk voor al die experimenten, dat het gewoon nooit het geval is dat je echt kan zien dat welk dier dan ook overgaat tot het maken van grotere eenheden, nog in zijn eigen systeem, nog als je het probeert om zijn soort van mensentaal te leren. Het lukt gewoon niet. Even kijken, wat heb je verder? Het is hiërarchisch. Hè? Je maakt zeg maar grote eenheden die ook zeg maar, onderling van elkaar afhankelijk zijn. Dat is in dierentaal dat is een beetje hetzelfde als met het geïsoleerd zijn daarvan. Er is geen koppeling tussen de vorm van talig eenheden en de dingen in de echte wereld. Die is er niet. Maar het is de befaamde ouderwetse Saussureaanse arbitrariteit. Dat dit ding een overheadprojector heet en zullen we zeggen dat de microfoonstandaard heeft niets te maken met de aard van het ding zelf. Het had net zo goed een floetsie kunnen heten of een flappende poep. En in andere talen doet dat ook. Wat wij een hele grote hoeveelheid mensen noemen, een massa, dat heet in het Turks een tafel. En dat heet in Maleis is het weer een meneer. Er is geen enkele intrinsieke band tussen de vorm van woorden en wat ze aanduiden. In dierentalen is er altijd een directe band. Die is niet eens een band, het is gewoon identiek. Het signaal is zijn eigen betekenis. Daar valt niks aan te verhapstukken. Ook altijd exact hetzelfde. Er is niets aan te verhapstukken. Mensentaal loopt altijd via één kanaal. Wij praten. Maar dan doen we ook alles in spraak met elkaar. Of we gebruiken gebarentaal. Maar dan doen we in principe alles in gebarentaal. Of we schrijven elkaar. En dan doen we dus alles geschreven. Dat kan ook. Die systemen zijn precies equivalent. Kan ook alles in. In dierentaal is dat absoluut niet aan de orde. Doe maar een dierensysteem dat bestaat uit 10 of 12 signalen. Nou, daar zit, neem die hond maar. Daar zitten dus houdingen in. Daar zitten fysiologische responses in, hè, die haren die overeind gaan, stinken, zweten, angstzweet. Daar zitten geluiden in, grommen, blaffen. Daar zitten geurvlaggen in, de poot die opgetild wordt op straat, om te laten weten, hier ben ik en jij komt hier niet. Dat soort dingen. Het zijn allerlei verschillende kanalen en het kan ook eigenlijk niet schelen welk kanaal je maar er is geen geprefereerd kanaal. Het maakt niet uit. Het is een zootje, letterlijk een samenraapsel van dingen. Even kijken. Die slaan we even over. Transponeerbaar. Je kan dus van het ene kanaal op het andere overstappen. Dat kan je dus in dierentalen ook niet doen. Je kan gewoon, maar een geurvlag kan je niet vervangen door een geluid of iets dergelijks. Dat is er gewoon niet. Met geen mogelijkheid te doen. Dierensystemen, dieren communiceren uitsluitend in reactie op iets dat van buiten komt. Geen dier gaat voor zichzelf een liedje zitten zingen. Ja, dan denkt iedereen meteen aan die wolven die naar de maan huilen. Natuurlijk, oké, mooi, die geef ik u dan mee. Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk onzin. Hij reageert gewoon op die maan. Hij gaat nooit eens uit zichzelf iets verzinnen, bijvoorbeeld. Dat doet hij niet. Of voor de lol een beetje zitten communiceren met een ander dier. Dat doet hij helemaal niet. En dat doen wij wel. Wij talen ons rot voor de lol. Dat vinden we hartstikke leuk. We hebben een heleboel taalgebruik dat bovendien helemaal niet communicatief is. Maar gewoon alleen maar voor de lol. Omdat we daar nou toevallig een beetje zin in hebben. Gewoon gezellig, huppatee. We puzzelen, we praten in onszelf, we zingen onzinliedjes. Denk eens even aan de hele liedtekstenliteratuur. Van opera-libretto's tot aan laten we zeggen de Rolling Stones of whatever je maar hebben wil. Wat doet de verstaanbaarheid daarvan eigenlijk ertoe? Nou, helemaal niks. 99% van de keren versta je absoluut niet wat er gezongen wordt. En het kan absoluut niet schelen, het maakt niet uit. Ja, het is wel eens leuk om eens een keer zo'n tekst uit te zoeken, maar dat valt meestal ook nog tegen. Dan gaat het toch weer over de liefde of zo. Essentieel is dat helemaal niet. Het gaat om het zingen. Dat is veel mooier. En die woorden, die moeten er wel bij. Want het is niet zo leuk als je gaat doen. En de swingle singers, dus één groep swingle singers, maar dat zijn altijd één gebleven. Dus die tekst, die taal, die dient wel degelijk dus om iets te doen. Maar er wordt niks, niet echt iets overgebracht inhoudelijk, zeg maar. We doen een rare rijmelarijen. We vertellen elkaar verhalen die nergens over gaan.
die volstrekt uit de lucht gegrepen zijn, waar je ook niks van leert of iets dergelijks. Moppen. Maar zinlozer taalgebruik is toch eigenlijk niet te bedenken. Hebben we allemaal. We hebben ook regulerend taalgebruik, wat helemaal niet er is om te communiceren, maar om jezelf in het spoor te houden. Of een ander. Handelingen aan het sturen ben. Dan geef je jezelf zo'n opdracht van zo. Nou, en nou, even kijken. Nou, eerst die. En dan moet die er bovenop. Maar wacht even. Waar is de lijm nou? Dat soort tekst. Dat is alleen maar, wat je aan het doen bent, is je eigen plan, zeg maar. Zorgen dat je je eigen plan netjes blijft uitvoeren. Dus je bent jezelf aan het beheersen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan marsliedjes en dat soort dingen meer. De heiliedjes die vroeger de heiploegen hadden. Dat waren vaak hele schuine liedjes, want je moest toch wat doen als je de hele dag alleen maar dit moest doen. Maar gewoon te zorgen dat je dat, hup, netjes met elkaar doet en netjes op tijd doet. Allerlei werkliederen die je ook, zeg maar, op zee heel veel kunt vinden. En er is natuurlijk ook nog heel veel beschouwend taal gebruikt, wat we hier staan te doen. Ik sta hier dingen te vertellen die gaan over dingen die er niet zijn, althans die we niet kunnen zien, die alleen maar in ons hoofd bestaan. Daarbuiten, het hele verhaal bestaat gewoon niet in de wereld. Als wij met z'n allen straks dood zijn, is het verhaal er ook niet meer. Het is gewoon helemaal weg. Dat zul je dus allemaal bij dieren nooit van zijn leven zien. En tenslotte zul je nog iets niet zien. Mensentaal is een heel complex systeem, dat zie je wel. Kun je wel concluderen uit het hele rijtje daarboven, waar je ontzettend veel mee kan doen. Heel veel energie in geïnvesteerd is, heel veel hersencapaciteit mee gemoeid is. En dierentaal is spotgoedkoop. Het zijn allemaal tweedehandsjes. Het zijn al die signalen, die bestonden al om een andere reden. Die hond, die moet toch piezen. Dus daar kan je heel goed ook een geurvlag van maken. Als je het koud hebt, gaan je haren overeind staan. Daar word je ook nog groter van. Kun je mooi gebruiken als een imponeersignaal. Werkt. Bovendien, die haren gingen overeind staan van een vorm van stress, die kou. Dus het is gewoon een stresssignaal. Heeft een betekenis gekregen als, ik ben boos, indrukwekkend, weet ik veel wat. Dat geldt voor bijna alle signalen die je in de dierenwereld tegenkomt. Er is ook geen sprake, ten laatste, van Tomasello's drang tot interactie. Die is in ieder geval bij die dieren totaal afwezig. Denk maar aan de wesp die waarschuwt, ik ben niet te eten met zijn boevenpak. Die wesp waarschuwt helemaal niet, die doet niks. Die is toevallig zo. En omdat hij toevallig zo opviel, dachten vogeltjes, nou dat kan ik maar beter niet doen. Nadat ze een keertje misgepikt hadden. Dat helpt die wesp natuurlijk, maar die wesp die stuurt helemaal geen boodschap. Er is geen zender, er is alleen maar een ontvanger. En daarmee is het fundamenteel anders dan de intercommunicatie, zeg maar, de klassieke zender-ontvangercommunicatie die er tussen mensen bestaat. Even kijken. Ja, er is er nog eentje die staat hier niet op. En die is eigenlijk best wel belangrijk. Dan realiseer je goed dat bijna alle communicatie die dieren onderling, maar ook zeker als het om andere soorten gaat, plegen. Als een dier communiceert, dan is dat meestal niet om een soort van interactie te maken, maar juist om contact te mijden. De meeste dierlijke communicatie is van de orde van grootte van donder op, blijf van me af, laat me met rust. Om gevechten te vermijden. Geurvlaggen, wegwezen hier, is van mij. Ik wil je niet zien. Imponeergedrag, precies hetzelfde. Grommen, ook alweer. Ga maar na. De waarschuwende uiterlijken, de felgekleurde vogels, er zijn zelfs giftige vogels, erg leuk. Maar hoe giftiger ze zijn, hoe feller ze ook gekleurd zijn, werkt precies als bij die wespen. Maar dat zijn allemaal dingen die er dus voor zorgen, blijf weg, blijf weg, blijf weg. Nou, dat is totaal wezensvreemd aan wat wij als taal beschouwen. Dat werkt echt totaal anders. Je ziet ook, er is het laatste argument waarom het niet uit de dierentaal voortgekomen kan zijn, is dat wij nog steeds die dierentaal zelf ook hebben. Kijk maar. Hier wordt even driftig dierlijk gecommuniceerd, zou je niet voor mogelijk. Alles is er. Het haar staat overeind, de houding. Ja, dat heeft de kapper wel gedeeltelijk gedaan, maar ik geef je een briefje dat het op de schouders ook overeind staat, alleen zien we dat niet. De houding van onderdanigheid, de angst op het gezicht, de smekerige angst op het gezicht van laat me met rust, doe me niks. Het in elkaar gedoken zijn. Dit is dierlijke communicatie, zoals de houding van de handen. Dit is gewoon precies zo'n systeem. En het loopt alweer, het loopt langs houdingen, het loopt langs ogen. Ze zouden ook nog bij kunnen jammeren. We hebben nog een geluidsdimensie ook, kan je helaas per foto niet zien natuurlijk. Maar dit is puur dierlijke communicatie. Dat leren we ook heel vroeg.
Zit er meteen in, hoef je niet te leren hoor. Echt niet. En kijk hier, dat vingertje, nou daar kun je over twisten. Dat zal een cultureel gebonden gebeuren zijn. Maar dat smoeltje en het idee van die arm die omhoog gaat. Dat is puur precies hetzelfde als wat een boze hond doet. Of dat soort, iets dergelijks. En je ziet het, we hebben het keurig netjes, nog steeds in ons zitten. En nog iets, dat dierlijke systeem in ons, dat heeft ook een, laat maar zeggen, talige component. Dat zijn van die dingen als au en pst. Nou, noem maar op, zo kun je er nog wel een paar tientallen zijn er nog wel te bedenken. Sommige daarvan schurken heel dicht inmiddels aan tegen echte taal. Maar die systemen die lopen, botsen tegen elkaar, raken elkaar net. Sommige daarvan kun je ook spellen. Au kun je gewoon spellen. Dat heeft twee letters, keurig. En pst heeft dat ook. Wordt al een stuk lastiger. Engelsen doen het met tsk, 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 tsk. Maar dat werkt toch niet zo heel goed. En er zijn er nog een heel stel waarvoor we echt ook helemaal geen... Maar doe maar eens gewoon een jammerkreet. Probeer die maar eens uit te schrijven. Dat is echt gewoon niet te doen. Roy Lichtenstein kwam daar een end in. En striptekenaars, die kunnen dat ook nog wel een beetje. Maar het is toch vrij grof. En daar kan je bovendien alles mee doen. Kan je vroar voor raceauto's en zo die heel hard langs brullen. Je kunt ze soms dus wel inderdaad als bijna woorden beschouwen. Door ze uit te schrijven. Dat lukt in sommige gevallen. Maar probeer ze maar eens in een zin te zetten. Dat gaat niet. Je kan ze alleen maar erin zetten als een citaat. Ik zei au. Maar geef mij au eens even aan. Of iets dergelijks. Of wat voor wat voor woordsoort je ook het probeert te vervangen. Het lukt je nooit. Het ligt tegen taal aan. Maar het maakt er geen deel van uit. Het zijn nog steeds twee gescheiden systemen. Je, zeg maar, je kan ze wel klutsen. Maar dan blijft het olie en water. Ze blijven gescheiden. Ze gaan nooit echt in elkaar over. Dus hebben ze niks met elkaar te maken. Kan het een ook niet uit het ander zijn voortgekomen. Goed. Wat dan? Nou ja, dan komen we dus weer bij de communicatieve behoeften. Daar hebben we dus al van gezien. Van, er is geen enkele diersoort in het hele universum die ook maar 1 cent investeert in een communicatiesysteem. Het is allemaal tweedehands. Allemaal goedkoop. Allemaal was er al. Uit de kringloopwinkel gehaald. Waarom zou dan deze ene soort zo ongelooflijk hard gaan investeren? Daar moet je toch wel met een verdomd goed verhaal over komen. En het verhaal is eigenlijk niet zo duidelijk. Nou, 3 mogelijke verklaringen waarom er toch inderdaad een communicatieve behoefte zou kunnen zijn. 1 is groepsgrootte. Dat is ook wel voorgesteld. Mensen gingen in steeds grotere groepen leven en daardoor werden het allemaal steeds ingewikkelder. En had je betere middelen nodig om de verhoudingen onderling goed te houden en dat soort dingen meer. Daar zijn eigenlijk heel weinig aanwijzingen voor dat dat echt zo was. Gedurende de hele jager-verzamelaarstijd zijn de groepen waarin mensen leefden nooit veel groter geworden dan pakweg 100 man. Daar kun je heel gemakkelijk met een heel klein communicatiesysteempje de boel mee recht houden. Dat lukte heel vroeger toen ze net zo groot waren. 4 miljoen jaar geleden lukte dat blijkbaar ook. Daar veranderde niet zo heel veel in. Waarom werden die groepen niet groter? Dat is nogal simpel. Je moet steeds verder lopen om voldoende eten te vinden. En wil je op een dag iedereen voeden, dan is je actieradius dus net zo groot als wanneer je heen kan lopen. Tijd hebt om dingen op te graven, te zoeken, te vinden. En je moet er ook weer mee terug kunnen. Dat moet je binnen ongeveer een dag kunnen. Anders dan kom je met z'n allen om van de honger uiteindelijk. Die actieradius zorgt dat je nooit met veel meer dan pakweg 100 mensen kan leven. Anders red je dat gewoon niet meer. Dus iedereen die probeerde om in een grotere groep te leven, ja, dat ging dus mis. Wat deden die groepen? Die splitsten en dan had je weer 2 groepen die klein waren. Dus dit is een wat moeizame verklaring. Er is eigenlijk heel weinig aanwijzing om dat te doen. Bepalend is ook, het gaat over de voedselvoorziening. Dat is het springende punt. En bij voedselvoorziening helpt die geen communicatie meer, maar het is volstrekt zinloos. Sterker nog, als het gaat om jagen, dus om vlees. Kijk, planten trekken zich er niet zoveel van aan als je een beetje gezellig gesprek erbij houdt. Maar wat doen mensen als ze op jacht gaan? Dan houden ze hun waffel. Houden ze hun mond, anders schrikken die dieren, gaan ze er vandoor. Jagers zijn hele stille mensen over het algemeen. Dus dat geklep allemaal, dat begint pas interessant te worden op het moment dat je hele ingewikkelde jachtplannen gaat ontwikkelen van tevoren thuis. Nou, daar was, voor zover we kunnen zien, echt nooit sprake van.
Ja, hoe heet het? De complexe relaties binnen een groep. Ja, als die groep niet groter wordt en er verandert verder ook niet zoveel, en er is honderdduizenden jaren lang bijna niks veranderd, waarom zouden dan eens de relaties zo complex zijn dat het noodzakelijk is om een veel ingewikkelder communicatieplan te hebben? Zolang mensen dat niet echt kunnen uitleggen, waar zit hem dat in? En dan even weer de vraag nog eens een keertje, wat is de kip en wat is het ei? Noem maar, je kan niet zeggen van, oh jeetje, we krijgen zo'n ruzie onderling, dus we moeten een taalsysteem ontwikkelen. Dat is let's invent compound sentences. En omgekeerd, ja, dan is de vraag, waar komt dat taalsysteem nou ineens zomaar vandaan dan? Dus kortom, ook daar kom je dan niet mee. De beste is nog wel de derde verklaring mogelijkerwijs. En dat is dat er meer behoefte kwam in de loop der tijden aan zorg voor kleine kinderen. Er moest dus geïnvesteerd worden in de band tussen moeder en kind. Dat had te maken met de groei van die hersens. 3 miljoen jaar geleden begonnen de menselijke hersens groter te worden. En dat betekende dat op een gegeven moment het geboortekanaal een probleem begon te worden. Resultaat daarvan, de oplossing van dat probleem, was dat kinderen zeg maar structureel eigenlijk te vroeg geboren werden. Nog niet af. Maar dat maakte ze waanzinnig kwetsbaar. Nou ja, je kent dat wel. Kijk naar de baby's in je eigen omgeving en dan zie je precies wat voor een wurmen dat zijn die werkelijk nog helemaal niets kunnen. En nog heel lang niet. Die hebben waanzinnig veel behoefte aan hele goede verzorging. Dus er moest een enorme goede band zijn, in ieder geval tussen moeder en kind. En misschien nog wel in een wat breder verband. Want ja, die moeder is dan natuurlijk met zo'n wurm ook kwetsbaar. Dus dat moet dan ook een beetje verzorgd worden. Nou, prima. Tot zover uitstekend. Keurig idee. Daar zit iets in. Maar er zijn twee dingen tegen in te brengen. Ten eerste, oh, andere kant op. Kijk hier eens naar. Dit is de groei van die hersens van 3 miljoen jaar geleden naar nu. Althans naar de Cro-Magnon, en wij zitten er nog even achteraan, maar die kon ik er net niet meer op kwijt. Doet er niet zo heel erg toe. Deze zijn op dezelfde schaal. Nou ja, dan zie je wel dat die groei is gigantisch. Daar komen die vroeggeboortes vandaan. Dat gaat allemaal keurig netjes. Maar je moet even niet vergeten, dit gaat ook wel ongelooflijk langzaam. Moet je kijken, dit is de tijdlijn. Dan zal ik hem even terughalen. Die daar, die 5, die witte, dat is zeg maar de lijn van 3 miljoen jaar. Nou zit die Homo erectus, die zit daar ergens, die Australopithecus, die zit daar. Dat gele stukje, dat is de hele geschiedenis van de Cro-Magnon, dat is ongeveer 40.000 jaar lang. En dat hele kleine rode stipje, dat is de wereld die wij kennen als de culturele wereld. De wereld sinds zeg maar het begin van de eerste nederzetting en de landbouw. Pakweg 13, 14.000 jaar voor nu. Dat hele kleine rottige rode stipje is alles. Als dus taal ontstaan zou zijn vanwege de beginnende groei van die hersens, het probleem begint daar ergens te ontstaan al, dan is er dus miljoenen jaren lang, hebben mensen met een taalvermogen rondgelopen waar ze geen bal mee deden. Er gebeurde gewoon meestal honderdduizenden jaren, duizenden generaties achter elkaar. Bedenk dat de Romeinen is pakweg 60, 70 generaties voor ons. Duizenden generaties lang veranderde er helemaal niets. En dan veranderde er eens iets in de stijl van maken van bijltjes, gewoon die scherven. Nou, die worden al sinds 2 miljoen jaar geleden daar ergens gemaakt. En dan ging er weer 100.000 jaar overheen of 500.000 jaar overheen voordat er weer eens iets veranderde. Er is geen enkel spoor van andere culturele dingen. Er is geen enkele vooruitgang, er is helemaal niets. Kun je je voorstellen dat wij met z'n allen hier zitten en we beschikken over een taalvermogen zoals wij dat hebben. En we doen daar helemaal niets mee. We zitten alleen maar een beetje met onze kont op de steppen en af en toe proberen we een konijn te verschalken en dat is het. En dat houden we dan gewoon eindeloos vol. Van vader op zoon, van dochter op moeder op dochter enzovoort. Dat kun je je toch eigenlijk niet voorstellen. Er is nog een tweede argument waarom dit ook niet het geval zal zijn. Als die verzorging zo belangrijk is, en dat is hij, wat is dan de rol die taal daarbij speelt? Is taal essentieel voor de band tussen moeder en kind? Nou, eigenlijk nou juist nauwelijks. Bijna niet. Wat doen wij als wij met kleine kleintjes in aanraking komen? Dan gaan we dieren talen. Oeli boeli 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 boeli. We gaan gewoon ons gedragen alsof we in ons dierlijke systeem bezig zijn.
rare geluidjes maken. De taal die we bezigen tegen die kinderen is echt van een totale van de pot geruktheid. Dat hou je niet voor mogelijk. Het betekent allemaal helemaal niks. Of het is belachelijk. Het slaat echt helemaal nergens op. Wanneer wordt taal belangrijk? Als het kind groter wordt. Wat je ziet is dat we naarmate ze... We gaan niet met een baby een filosofische discussie beginnen. Dat doen we met een volwassene. En dat groeit naarmate kinderen groter en ouder worden. En wat je ziet is dan wordt dus de... De inhoudelijke taligheid, zeg maar, wordt steeds groter. En het fysieke contact wordt steeds minder. Als hij 8 is, dan doen we niet meer oelipedoelipedoelie, want hij is wel te zwaar voor alleen al. En als hij 12 is, dan wil hij dat zelf niet meer. Hé ma, even kalm man. Hè. Dan moeten we met ze gaan praten, goed gesprek en zo, je kent dat wel. Als ze volwassen zijn, dan gaan we nog steeds goed gesprek, alleen helpt het dan niet meer. Dat is het enige verschil eigenlijk. Maar je ziet dus, zeg maar, dat... Echt, zeg maar, waar taal goed in is, dat is in het aan elkaar overbrengen. Het delen van kennis en ideeën en opvattingen en dat soort dingen meer op behoorlijk hoog niveau. Dat is nou precies wat we met die kleintjes niet doen. Daar doen we oelipoelipoelie mee. En onzinversjes en ozewieswoze en dat soort onzin meer. Dus het is eigenlijk niet zo'n goede zaak, niet zo'n goede casus te bouwen dat nou per se taal zo bijdraagt aan de goede verhouding tussen moeder en kind en aan de band die daar geschapen wordt, die voor die verzorging moet zorgen. En in al die gevallen geldt trouwens dat dat systeem eerst compleet moet zijn voordat je er wat aan hebt. En dat is toch ook een groot probleem voor iedere verklaring van taal langs deze weg. Communicatie, ja, eigenlijk gewoon langs welke weg je er ook mee komt, achteraf is het heel nuttig. Maar als ontstaansgrond eigenlijk een volstrekt onbruikbaar ding. Het enige wat je zeker weet is, die dingen gingen groeien, die hersens. Nou, wat is er dan misschien wel gebeurd? Ik denk dat dit een redelijk pad is voor het ontstaan van taal. Maar dat is heel grof hoor. Nog maar eerst een beginnetje. We weten zeker, hersens gingen groeien. Dat bood ruimte voor meer geheugen. Daar kun je meer herinneringen van maken. Herinneringen zijn toch eigenlijk in laatste instantie... op zijn allerknulligst bekeken, niet zoveel meer dan, zeg maar, naijlende activeringspatroontjes van neuronen. Die blijven een beetje geactiveerd, een tijdje. Dat kun je heel goed zien in bijvoorbeeld dieronderzoek wat Eric Kendall deed bij de Aplysia. Dat is een zeeslak, wel zo'n grote trouwens, bij Californië. Daarom kon hij mooi gebruiken. Die kon leren. Het beest heeft, ik geloof, 12 hersencellen of iets dergelijks. Echt heel weinig. Maar die kon wel leren, die kon iets leren. Die heeft een soort van sifon op zijn lijf. En dat heeft iets met zijn ademhaling te maken. En als je die nou een gemeen stroomstootje gaf, dan leerde dat beest niet alleen dat dat erg onplezierig was en dat hij hem dan introk. Maar op een gegeven moment leerde hij ook anticiperen. Werd hij sneller in dat intrekken. Hij was aan het leren. Die dier met 12 hersencellen kon iets leren. Dat is op zich al waanzinnig mooi om te zien. Dat is echt heel uniek. En dat hield hij dan, dat kon hij dan onthouden, nou een week of 2, 3... En daarna was het dan weer verdwenen. Als je hem dus niet herhaaldelijk opnieuw die prikkel gaf, dan doofde de herinnering langzaam uit. Hoe meer geheugen je hebt, geen 12 hersencellen, maar 1000, 2000, 3000, 100.000, 3 biljoen, dan kun je natuurlijk veel meer van dit soort patroontjes in kwijt. Nog even afgezien van dat je op andere manieren de structuur in kunt aanbrengen. Mijn vermoeden zou zijn dat op een gegeven moment die patronen, de patronen van herinneringen, van activiteit, zeg maar, elkaar zijn gaan warm houden. Er komt spanningjes van af, die spanningjes, ze steken elkaar als het ware een beetje aan. Je maakt het nog groter en op een gegeven moment krijg je een soort van, doe ik nou de goede kant, krijg je een soort van overvolle bak waarin de dingen hun eigen leven niet alleen gaan leiden, maar ook zelf nieuwe patronen gaan vormen. Dus wat je krijgt, wat ik noem binnenwereldproducten, dat zijn ideeën die niet aan de buitenwereld ontleend zijn. Geen rechtstreekse herinneringen aan fysieke experience, zeg maar. Geen prikkels die, zeg maar, hier iets aangeprikt hebben wat dan een tijdje blijft naijlen. Maar patronen die geheel buiten de buitenwereld om ontstaan. Daar barst het van in ons hoofd. 99% van onze hele denkwereld bestaat uit dingen die buiten ons niet bestaan. Denk aan alles wat je kent, zo'n beetje geld, economie, rechtvaardigheid, moraal,
democratie, dat zijn hele grote woorden, maar ook hele kleintjes, daar barst het werkelijk van. Het idee van verhaal, bijvoorbeeld. Een verhaal bestaat helemaal niet, dat is een idee van ons. Zit in ons hoofd, kan daar buiten niet bestaan. Moet daar dus ook in ontstaan zijn. Nou, dat zou op deze manier misschien gekeurd zijn. Dat moet een beetje, en die geest die zeg maar out of control raakt, die moet wel een beetje in het spoor blijven, doordat hij zeg maar nog wat feedback krijgt van de buitenkant af. Wat er gebeurt als dat niet zo is, dat is vrij gemakkelijk te zien. Stop mensen in een donkere cel, hou ze weg van alle prikkels buiten zichzelf. Bijna iedereen wordt daar na verloop van tijd knettergek van. Kijk maar wat er gebeurt als je gewoon je ogen dicht doet, je gaat slapen. Dan gaan we dromen. En dromen lijkt toch wel verdomd veel op een normale geest die net even te weinig houvast meer heeft en dan klopt het allemaal net niet meer. Hij loopt een beetje uit de rails. Misschien zelfs zou je kunnen zeggen dat bij psychoses en dat soort dingen je te maken hebt met mensen bij wie dus het terugkoppelmechanisme met de echte wereld echt gestoord is op de een of andere manier. Waardoor er dus dingen gebeuren die er niet zijn, maar wel lijken alsof ze echt zo zijn. Helemaal aan het eind vind je dingen als stemmen horen. Dat moet je beter maar niet hebben dat je stemmen hoort. Of dingen zien die er niet zijn. Heel veel mensen van zeg maar behoorlijk gevorderde leeftijd krijgen last van hallucinaties. En die zijn hartstikke echt. Ongeveer 1 op de 100 heeft dat. Die ziet echt 20 autootjes hier over die tafel rijden. En die zijn er voor hem. Terwijl die weet dat het niet waar is. Maar ze zijn er wel. Donald Duck zit daar in de boom. Ja, die zit daar inderdaad. De familie zit op je verjaardagsfeestje. Er zijn nog geen verjaardagsfeestjes. Ze zijn er helemaal niet. Dat gebeurt. En het gebeurt bij heel veel mensen. Wat nog iets vaker voorkomt, maar wat nog minder mensen durven te bekennen, is dat ze inderdaad, als ze oud zijn, stemmen gaan horen. Nou, dat moet je echt niet zeggen inderdaad, want dan zit je zo in een gesticht. Die mensen zijn niet gek, maar die horen wel stemmen en ze kunnen ze niet uitzetten. Met geen mogelijkheid. Dat zou, ja, dat zou, iemand als Ramachandran zou daar eens goed naar moeten gaan kijken. Hoe dat in elkaar zit. Het zou mij niet verbazen als het zo was. Nou, zou dat op zich, is het wel interessant, maar je komt er nog niet ontzettend ver mee als je niet een systeem hebt waarmee je die dingen kunt structureren. Maar dan wordt het inderdaad gewoon een melting pot met van alles en nog wat. En dat systeem, dat is er ook gekomen. En dan krijg je zeg maar een soort van out of control geordende geest. Een systeem dat werkt en dat zijn eigen werkelijkheid schept. En als we goed bij onszelf nadenken, dan zitten we ook zo in elkaar en weten we ook dat als de echte werkelijkheid niet in overeenstemming is met wat we in ons hoofd denken, dan wint ons hoofd. Denk aan de zonsondergang. De zon gaat niet onder, dat weten we allemaal best. Maar toch zien wij de zonsondergang. En we zien het ook als een zonsondergang. Het is niet zo van, ja kijk, visueel is dit effect er, maar dat is een ander effect. Nee, we zien gewoon echt een zonsondergang. Daar kan je niet aan ontkomen. Dat idee zit gewoon in ons hoofd, dat hebben we zelf bedacht. Het is er echt. Het idee dat de kat ons verstaat, of de hond. We praten tegen de hond in de volstrekte veronderstelling dat hij begrijpt wat we bedoelen. Ook mensen die heel goed weten dat dat niet het geval is, blijven toch tegen hun hond praten met hetzelfde plezier en met diezelfde overtuiging dat hij ze toch verstaat. Pratende dieren in stripverhalen, het gewoonste zaak van de wereld, vinden we helemaal niet erg. We weten dat het onzin is. Maar nee, keihard echt hoor, geen enkel probleem. Dat is, op die binnenwereld, die wereld, is veel echter dan de wereld om ons heen. Uiteindelijk heeft dat systeem dus op de een of andere manier, of die heeft die georganiseerde geest, ook nog een weg naar buiten weten te vinden. En dat is wel het einde van het hele traject geweest. En dat gaf een enorme sprong voorwaarts. Want dat betekent namelijk dat wij verlost werden, althans wij, onze voorgangers, uit hun eigen hersenpan, uit de isolatie die daar is. Je kan vanaf dat moment dingen met elkaar echt gaan delen. Je kan gaan vertellen. Je kan kennis poelen en je kan kennis ook accumuleren. Wat jij meemaakt, ontdekt hebt, voelt, hoeft niet meer verloren te gaan. Je kan het namelijk aan een ander vertellen en die draagt die kennis gewoon verder. Als jij doodgaat, is die er ook nog. Daarvoor niet. Zolang jij niet zeg maar in staat bent om wat je in je hoofd weet over te brengen aan een ander, geen kanaal is, neem je het gewoon mee je graf in. Alles. Kennis poelen, kennis vermeerderen, ontstond zeg maar op het moment dat dat kanaal naar buiten gevonden werd. Nou, dat kanaal naar buiten is blijkbaar gevonden.
Je kunt dus zeg maar dan gaan poelen op, van generatie op generatie, maar ook zeg maar binnen generaties horizontaal. En dat zou je in de wereldgeschiedenis terug moeten kunnen vinden. Nou, dat kan ook. De beginselen hiervan, die kun je hier zien. Althans, hier niet hier zien, maar dat zijn de mensen naar wie dit, die hiernaar genoemd zijn. Dit is de grot van Cro-Magnon. Nou, het is helemaal geen grot, het is een soort overhangetje waar de eerste gevonden zijn. Die zaten daar. En die mensen zijn verantwoordelijk voor al deze prachtige dingen die zo 35.000 jaar tot 15.000 jaar oud zijn. Het is heel interessant om te kijken hoe die mensen hun geest in elkaar zetten. En dat kan je een beetje zien aan wat ze maakten. En wat je dan ziet is dat die mensen dus inderdaad nog niet die sprong met dat kanaal naar buiten blijkbaar gemaakt hadden. Zelfs nog een stukje daarvoor waren. Maar wat we wel zien is typisch wat je hier ziet. Hele grote indrukwekkende beesten. Beesten die veel te groot en te gevaarlijk zijn om te bejagen. Dat deden ze niet. Dat deden Neandertalers. Maar neushoorns en hole leeuwen of God mag weten hoe die beesten heten. Ja, ze zijn fantastisch getekend. Dat moet gezegd. Het is echt een fantastisch spul. Maar dit is niet wat die mensen... Dit waren hele opvallende verschijnselen. Hele indrukwekkende dingen. Zo indrukwekkend dat er blijkbaar een drempeltje werd overschreden. Maar interessant is vooral ook wat je op al die schilderingen... En dat zijn er echt, er zijn er tienduizenden, niet ziet. Wat je wel ziet zijn grote bijzondere beesten. En wat je niet ziet zijn bijvoorbeeld zon, maan, sterren. Wat alle kleine kinderen als eerste beginnen te tekenen. Dat zijn dat soort dingen. Planten, gras, vissen, kleine prooidieren. Die zie je eigenlijk bijna nooit. En nog veel gekker, wat je ook nooit ziet, bijna helemaal nooit ziet, is geweld. Gewoon vrijwel afwezig. En wat je verder niet ziet zijn mensen. Nou, dood enkele keer dan. Dit is echt een zeldzaamheid. Dit is de fantastische jachtscène uit Lascaux. Hij is wel niet zo heel erg mooi getekend. Die neushoorns van daarnet die waren veel beter. Maar toch, dit is wel een plaatje met dramatiek en ook met een verhaal erin. Kijk, zijn darmen die hangen er al uit. Hij heeft het wel afgelegd al hoor, maar niet... dan nadat hij de jager toch ook wel even een dreun gegeven heeft. Volgens sommigen, dat stokpoppetje, dat heeft een nogal opvallend soort van stijve pik daar. Dat schijnt ook een goede observatie te zijn. Mannen die traumatisch heel snel aan hun einde komen, schijnen onder omstandigheden nogal eens een keer zo'n reactie te vertonen. Dat zou heel goed kunnen zijn. Ik ga er zo mee ophouden. Wat die palmpaarse daaronder doet, daar heb ik nog nooit iemand iets zinnigs over horen zeggen overigens. Ik geloof ook niet dat iemand dat weet. Maar je ziet, hij is zijn speer kwijt, die ligt daar. Maar de speren daar, die zitten ook in het beest en zo. Het is echt een hele mooie jachtscène. Maar hij is apenzeldzaam. Dit zie je dus nooit ergens. Mensen zie je überhaupt niet. Als er al mensen zijn, dan zie je dat veel later. Maar wat je ziet wel één getuigenis van mensen. Dat zijn deze dingen, al die handjes. Die zie je hier en hier zie je ze om dat paard heen ook staan, zie je? Dat deden ze wel. En het lijkt wel een beetje alsof dat een soort van hele vroege getuigenis is van ik ben er. Maar voor de rest is hij er nog niet. Mensen kunnen zichzelf blijkbaar in dit stadium nog niet helemaal los zien als individu, los van de achtergrond. Ze zijn er niet. De gewone dingen zijn er ook nog niet. Die komen pas op het moment dat er drie dingen tegelijkertijd... Oh nee, wacht even. Eén dingetje hierbij vertellen. Wat je wel had waren beeldjes. En die worden gevonden onder die schilderingen op de grond. Daar zijn er echt tienduizenden van. Die zijn ook oeroud. En je ziet wel, dit zijn dus... Ja, het zijn allemaal vrouwenfiguren. Het zijn ook allemaal vrouwenfiguren. En ze zijn heel kenmerkend. Ze hebben allemaal van die enorme drukke figuren, bijna. Maar ze hebben ook geen hoofd. Althans, geen gezicht. Meestal soms ook geen hoofd. Gezichten zijn er gewoon helemaal niet. Er is geen idee van een individu, er is geen ik. Die ik die moet groeien. En het idee van een identiteit, dat moet groeien. En dat zie je gebeuren precies op hetzelfde moment dat twee andere dingen gebeuren. Dat er een enorme klap plaatsvindt. Dat is het moment van dat kanaal naar buiten dat echt begint te functioneren. En dan gebeuren er drie dingen. Eén, er wordt ontdekt wat het verband is tussen een zaadje en een plant. Andersom is makkelijk, hè? Plant en een zaadje kun je er gewoon in zien zitten. Maar het verband dat een zaadje een plant wordt, daarvoor moet je dus ten eerste begrijpen dat de plant die je ziet na een tijd hetzelfde ding is als dat zaadje was. Daar is het idee van permanentie voor nodig. Identiteit. Individualiteit.
Dat zie je dat dat op een gegeven moment ontstaat. Dat is ongeveer 14.000 jaar geleden. En dan gebeuren er nog twee dingen, precies op datzelfde moment. Beeldjes krijgen een gezicht. Allemaal ineens. Barst er ineens van. En je krijgt dit soort dingen. Die vrouwen van daarnet, die hadden niets met, laten we zeggen, erotiek te maken. Dat ging over misschien het mysterie van het moederschap of iets dergelijks. Je vindt ook wel uit die tijd rode strepen op rotsen. Die lijken op menstruatiebloed. Zou kunnen. 28 staan er zelfs ergens in Tsjechië. Wat precies een maandcyclus is. 28 rode strepen op een rots van pakweg 20.000 jaar geleden. Maar dit hier, kijk eens goed. Dat zijn gewoon twee vrijende mensen. Dit is porno. Dit is gewoon, zeg maar, de oudste industrie ter wereld. En je ziet het wordt precies op hetzelfde moment, 14.000 jaar geleden, landbouw, steden, gezichten en erotiek. Want dit is wel erotisch. En dat waren die dames daarvoor niet. Dat is waarom ik denk dat inderdaad, zeg maar, taal zoals wij het kennen, pas toen eigenlijk tot volle wasdom gekomen is. Wou ik me belaten. Rick, heel hartelijk dank voor je lezing. Nou, het valt nog mee. Ik schaam me niet erg. Ik wist dat jij lang zou praten, dus ik had de introductie een beetje kort gehouden. Maar ik hoop dat, ja, ik was eigenlijk vergeten te zeggen dat Rick taalkundig is. Dat heb je dus ontdekt. En dat hij ook publicist en redacteur. En zijn boek Dageraad, hoe taal de mens maakte. Dat is eigenlijk waarom we hem ook uitgenodigd hebben vanwege deze de ideeën die hij daarin had beschreven. En het is nog wel te koop elektronisch, hè, maar het is verder. Ja. Maar ontzettend interessante discussie. En zijn er vragen uit de zaal? Ik ga even kijken zo. Goed. Dan beginnen we daar, en dan daar, en dan daar. Dus, oh, sorry. Ja. U praat over de beperktheid van taalsystemen van dieren. Ik vroeg me af of u ook iets weet over de taalsystemen van dolfijnen. Omdat ik daarvan gehoord heb dat die bijvoorbeeld wel elkaar namen geven. En omdat ze ook spelletjes spelen met elkaar. Dus ik vroeg me af of die misschien bijvoorbeeld wel creatief taalgebruik ook zouden kunnen hebben. Taalspelletjes zijn niet waargenomen voor zover ik weet. En dat verhaal over die namen, dat is een mooi verhaal. Dat stond een jaar of drie geleden, was er nogal wat over te doen in de krant. Waar het op neerkwam was niet dat ze elkaar namen gaven. Maar ze hebben een callsign. Hun eigen callsign. En die zijn individueel verschillend. Dus ze hebben zelf, hebben ze gewoon een naam. Dat is hun individuele liedje feitelijk. Daar komt het op neer. Als je ineens praat over een individueel liedje, dan is ineens die hele associatie met namen is ineens weg. Maar er is geen sprake van dat ze elkaar bijvoorbeeld bij hun naam zouden roepen. Als ik een dolfijn ben, dan roep ik mijn eigen naam. Dus dat is meer een uithangbord. Hè? Zoals iedere Albert Heijn heeft buiten een bord Albert Heijn. Nou, het is dat soort communicatie. Maar het is dus niet dat op een Albert Heijn staat Dirk van den Broek, kom eens hier. Dat doen ze dus niet. Ze roepen dus niet, ze gebruiken het niet als een naam, maar zo stond het wel in de krant, maar dat is niet zo. Ja, jammer. Het had zo leuk kunnen zijn. Hier ergens was. Ik vind het een beetje moeilijk om uit te leggen, maar u had het over taal. U had het over taal, identiteit, individualiteit. Ja. Ja. Nou, we weten dat taal wordt geassocieerd met je identiteit. Taal is identiteit, wordt gezegd. Ja. Ja? En taal is onlosmakelijk verbonden aan cultuur. Dus hoe is het te verklaren, als je dan meertalig bent, hoe is dat dan dat eigene wat je dan in je hebt, want u had het over individualiteit. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat, hoe valt dat te rijmen? Oh, wacht even. Je, kijk, je identiteit als individu heeft meer te maken, niet zozeer te maken met hoeveel talen je kent. Maar je kunt zeggen dat de talen die er zijn, zijn gewoon verschillende vormen van het verschijnsel taal. Hè, net zo goed als je een rode en een blauwe bloempot kan hebben naast elkaar. Nou ja, allebei bloempotten. Geldt voor die talen ook. En ja, als je hard werkt, kan je er een. Nou, zelfs als je niet werkt en je bent jong genoeg, dan leer je gewoon de talen van je omgeving. Of dat er nou één is, of twee, of zelfs vijf, maakt op zich niet zo heel veel uit.
Wij hebben heel lang gedacht dat mensen meer bijna altijd eentalig waren, omdat dat in ieder geval de beter ontwikkelde westerse kringen vrij normaal was. Waar je grote groepen had die allemaal alleen één taal spraken onderling. Langzamerhand blijkt toch wel dat het aantal tweetalig of meertalig opgroeiende kinderen in de wereld gigantisch groot is. Veel en veel groter dan we ooit gedacht hebben. Merk je niks van, want er is geen probleem. Nou, die identiteit. Die identiteit die gaat erover dat je, die gaat veel meer over dingen als zelfreflectie. Dus dat je jezelf kunt zien alsof je een ander bent. Je kunt naar jezelf kijken. Dat idee. En dat heeft ook te maken met, zeg maar, dat je dus dingen, dat de wereld voor jou niet alleen maar een soort blur is waarop je passief reageert op de indrukken die je krijgt, hoe je geprikt wordt, zeg maar. Maar dat je daar ook in je hoofd een model van die wereld gaat maken waar jij zelf deel van uitmaakt. Jij zit in die wereld in je hoofd. Daar speel je een rol in. Dat is wat ik bedoel met die individualiteit. En dat komt, zeg maar, door de goede organisatie. Dat kun je door de goede organisatie van die binnenwereldproducten, die zelfgemaakte herinneringen, zal ik maar zeggen. Die zelfgemaakte concepten. Daar zijn we mee gaan leven en daar leven we momenteel mee. Maar het is echt door, als binnen- en buitenwereld niet sporen, wint de binnenwereld altijd. En daar spelen wij zelf ook een rol in. En dat is een trucje dat op zich wel heel erg interessant is, dat we dat kunnen. Maar je ziet dat dus nog zo te zien, nog helemaal nog niet zo lang zo is. Maar als je kijkt naar het patroon van wat die Cro-Magnons lieten zien, dan zie je dat daar juist dat idee van zelf, dat ego, zou ik maar zeggen, gewoon totaal niet in zit. Is er niet. Nou, ik ben dus tweetalig, of laat zeggen drietalig, ja, maar vooral tweetalig. Nederlands en Chinees. Als ik Nederlands praat, dan voel ik me ook Nederlander. Want dat heeft met de cultuur ook te maken. En taal heeft natuurlijk ook zijn spreekwoorden gebaseerd op de cultuur. Uiteraard. Maar als ik Chinees praat, dan voel ik me totaal Chinees. Dan voel ik me ook helemaal niet happy als daar. Dan voel ik me ook fijn in een Chinees gezelschap. Dus is dat wat u dan wil zeggen? Dus dan heb je verschillende identiteiten eigenlijk, als het ware. Ja, maar wacht even. Maar niemand heeft gezegd dat je identiteit dan ook puur een eenvormig, onwrikbaar ding moet zijn. Die kan ook gearticuleerd zijn, waarom niet? Waarom kan je niet inderdaad. Kijk, als ik. Stel je voor, ik heb een baan op een kantoor. En dan moet ik iedere ochtend om 9:00 heen. En ik heb daar een bullebak van een baas zitten. Zodat daar heerst een hele merkwaardige sfeer. Nou, reken maar dat ik in die omgeving heel anders zou zijn. En ook me heel anders zou voelen. En ook heel anders tegen anderen zou zijn. Dan dat ik dat thuis waar ik me op mijn gemak voel zou zijn. En dat is een beetje variant daarop. Je komt in verschillende omstandigheden. Verschillende culturele omstandigheden. En al die, dat zijn aspecten van je eigen identiteit. Maar die identiteit die is heel geschakeerd. Het is een heel, heel complex iets. Ik zoek al jaren naar boeken over dit onderwerp. En kan bij Scholtes Vristers er bijna niets over vinden. Nee, kunnen we daar iets meer, of is er niks over? Nou, het meeste wat er misschien is, dat zouden we niet aanraden, laten we het zo stellen. Maar er zijn natuurlijk wel een paar dingen. Een goed beginpunt daarvoor zou zijn, en dat is gewoon via het net te vinden. Even kijken, als je daarop intikt, HCF. Dan krijg je vanzelf een science artikel uit 2002. Dat is dat artikel van Hauser, Chomsky en Fitch. Als je nou bij de bibliografie daar dan begint, dan heb je waarschijnlijk al bijna alles in één klap te pakken. Waar je wat aan hebt. En het vervolg daarop. Maar dat is heel gemakkelijk te volgen. Je hebt een boek erover geschreven. Ja, ja. Het is elektronisch nog te krijgen, maar na de derde druk was het op. Ja. Ik had mijn uitgever mee moeten nemen, inderdaad. Ik heb nog een vraag. Op het eind van uw lezing schetste u een aantal ontwikkelingen die toen min of meer gelijktijdig plaatsvonden. Maar ik heb niet helemaal scherp nog hoe dat nou geleid heeft tot het ontstaan van taal. Nou, of heb ik nou de hele avond zitten slapen? Nee. Nee hoor. Nee, sorry, ik moest af en toe eventjes wat dingen overslaan, want het verhaal is eigenlijk gewoon veel te groot natuurlijk. Er zijn een heel aantal dingen die binnen
het taalsysteem een rol spelen. Bijvoorbeeld dat organisatie-idee. Hè, dat je op een gegeven moment. En dat, we hebben nog niet echt taal. We zijn bezig met een geest te bouwen die geschikt is om, zeg maar, te talen. Daar zijn we mee bezig. Lang geleden al. Daar ontstaan, om andere redenen, ontstaan er allerlei hersenstructuren die later bruikbaar zijn voor dat soort dingen. Een van de sterkste kandidaten voor. We hebben. Taal wordt onder andere nogal gekenmerkt, eerlijk gezegd, door een behoorlijk efficiënt soort van, laat maar zeggen, grammatica. Het is eigenlijk een soort machientje dat je in staat stelt om heel snel hele complexe configuraties van, laat maar zeggen, woorden te bouwen. Eenheden te bouwen. Daar zit structuur in ook. Nou, dat is nou een van die hele diepgaande verschillen met wat dierentalen kenmerkt. Het bouwen, letterlijk zinnen bouwen. Nou, wat heb je daar nou voor nodig? Ja, je moet ze niet alleen kunnen bouwen, maar je moet ze ook heel snel weer uit elkaar kunnen rafelen. Dus je hebt een soort computertje nodig dat in staat is om in een heel hoog tempo heel complexe, lange reekse instructies uit te voeren. Echt gewoon razendsnel. Hele goede computer. Geldt trouwens ook voor het spreken. He, maar er zit hier iets van, wat is het? Ik geloof het, totaal iets van 80 spiertjes in dat gezicht. Als je nagaat dat we pakweg per minuut iets van tegen de 700 spraakklanken kunnen produceren. Joep van het Hek waarschijnlijk nog een paar meer. Dan kun je wel even nagaan wat daar voor een rekenarij achter zit. Om dat allemaal netjes op tijd aan te sturen. Nou, waar haal je nou zo'n computertje vandaan? Daar is door een hoop mensen over nagedacht. Dus een soort van voorwaarde wil je op een gegeven moment aan een taalsysteem komen. Maar dat ding hoeft niet voor taal te ontstaan te zijn. Een hele goede kandidaat is wat William Calvin ooit bedacht, is dat het, voortkomt uit een gooivermogen. Mensen zijn een van de zeer weinige diersoorten, misschien wel de enige, die echt goed gericht kunnen gooien. Hè? Dit, zo. En als ik een beetje geoefend ben, gaat hij recht tussen de ogen, van hieraf. Raymond van Barneveld, die geeft zo'n lullig pijltje, plop, en hij kan het tot op de halve centimeter nauwkeurig erin gooien. Moet je eens naar chimpansees kijken, die gooien ook. Maar die doen dit. Dat is een beetje meer een meisjesklas die softbal. Zo. En dat vliegt alle kanten op. Die kunnen echt niet serieus gericht gooien. Ja, ze raken wel eens iemand met zo'n klodder. Maar dat is dan toch min of meer toeval. Dat vermogen. Is het helemaal niet zo best goed te mikken? Nou, mensen die daar een beetje in oefenen. Chimpansees kunnen het niet, nee. Die kunnen niet bewust mikken? Nee. Geen chimpansee die kan zeggen van, oh ja, die pak ik even. Dat kan een mens, dat kan een chimpansee niet. Calvin dacht, kijk, van zo'n vermogen, daar moet je ontzettend voor rekenen. Want wij kunnen het ook als we zelf hardlopen. Dan kunnen we een konijn dat ook hardloopt de andere kant op. Hup, gewoon in de vlucht een steen voor zijn ogen gooien. Dat kan. Als je dat kan, dan ben je van een vrij weerloos wezen met twee blote handjes. Ineens heb je een levensgevaarlijke grijpklauw van 25 meter. Dat is een evolutionair voordeel van hier tot Tokio. Dus dacht Calvin, en dat is ook iets wat gradueel kan. Hè? Bedoel, maar als je maar een heel klein beetje beter gooit, ben je al in het voordeel. Zowel dat je meer kan vangen, als ook tegenover je medemensen die niet zo goed zijn. Hè? Dus dat is een klassiek darwinistisch mooi argument. Mooi selectieargument. Nou, oké, die zaak die loopt, dat gooivermogen, dat komt er omdat het een duidelijk voordeel heeft. Maar dat is gewoon een hele snelle computer zoals ze die in het leger hebben om kogelbanen mee te berekenen. Sterker nog, hij is beter. Nou, sinds kort hebben ze waarschijnlijk bij het leger beter dan wij het kunnen. Maar tot heel voor kort is gewoon die hoofdcomputer een stuk beter daarin. En precies dat soort bewerkingen, dat soort complexe reeksen van instructies die met heel veel variabelen erin, die heel snel moeten worden verwerkt, is precies wat je nodig hebt om een grammatica te laten draaien. Dus een tweede gebruik, en dat geldt dus voor de meeste dingen, een tweede gebruik van iets dat om andere redenen al ontstaan is. En het wonder, zeg maar, de clincher die zorgt dat het er komt, is, voor zover ik kan overzien, eigenlijk in laatste instantie niks anders dan dat er op een gegeven moment een soort integratie tussen al die losse dingen ontstaan is. Ze zijn gaan samenwerken, niet meer ondoordringbaar voor elkaar. En wat je dan krijgt, is dus een heel nieuw product, dat nooit bedoeld is, dat was echt geen enkele reden voor dat het zou ontstaan, maar door het wegvallen van een barrière, blijkbaar, heb je het ineens wel. Prachtig cadeau. Julian James is overigens degene die samenwerkingsgedachte voor het eerst bedacht heeft.
In, hoe heet dat boek ook weer? Of the Bicameral Mind. The Breakdown of the Bicameral Mind. Pakweg 40 jaar oud nu, denk ik. Die verdient daar even credit voor. Ik heb nog tijd voor één vraag en een kort antwoord. Ja. Oké, die vraag. Er was iemand daar. Die met grijze trui. Die was eerder de hand opgestoken. Mag erin? Ja, u heeft het de hele tijd over mensentaal. Een beetje in zijn algemeenheid. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd waarom er nu eigenlijk zoveel verschillende talen zijn en wat het nut daar eigenlijk van is. Zoveel verschillende mensentalen. Nou, dat zijn twee vragen natuurlijk, hè, stiekem. De ene is waarom zijn er zoveel talen en de tweede is of dat nut heeft en wat het nut er dan van is. Het zijn er eigenlijk dus drie. Maar dat kan ik eigenlijk wel vrij kort iets over zeggen. Dat kan je niet bewijzen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken in termen van geïsoleerde gemeenschappen. Je hebt allemaal de equipment, die zit gewoon ingebouwd. Zet 100 mensen bij elkaar op een eiland en ze ontwikkelen gewoon een taal. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld in gemeenschappen van mensen die elkaars taal niet delen. Denk aan de oude slavernijtoestanden waar al die Midden-Amerikaanse creolen en dergelijke vandaan gekomen zijn. Mensen die elkaar totaal niet verstonden, die konden eigenlijk niks. En dan gaan ze gewoon eigenlijk een nieuwe taal ontwikkelen. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld als je kleine kinderen bij elkaar poot, gaan ze het ook doen. Dus het moet eruit en de vorm doet er eigenlijk niet toe. Die wordt gedicteerd min of meer door het taalvermogen zelf. En dat laat nogal wat ruimte. Ruimte genoeg om variaties te maken die net zo breed zijn als pakweg de 7000 talen of zoiets die er nu nog besproken worden. En al die duizenden die in al de loop der eeuwen al verdwenen zijn. En al misschien ook nog die niet nog moeten komen. Heeft dat nut? Ja, ik denk dat dat gewoon sociologisch nut heeft. Maar groepsonderscheid, saamhorigheid, wij zijn van dezelfde taal, dus we horen bij elkaar. Maar dat gevoel ken je. Dat is kort, hè? Nee, sorry. Ik heb instructies gekregen. Rick, heel erg hartelijk bedankt. Graag gedaan. Heerlijk, dankjewel.